Sander, het jaar zit er bijna op. Ik denk ik regel even passend vervoer. Ja, dat doe je goed, want volgens mij gaan we even terugblikken op GTO. Dus, we gaan een jaar GTO onder de loep nemen. Ik heb ook maar even mijn garderobe erop aangepast. Ik zat nu al een week in die Mart Smeets trui. Ik denk, wat ruik ik op de redactie inderdaad. Ja. Oh ja. Nou, dat was ik. Hey, maar ja, een jaar GTO. Ja. De reïncarnatie van GTO. Ja, wie had dat gedacht? We zijn natuurlijk van 2003 tot 2009 hebben we GTO gemaakt. En op een gegeven moment besloten om daarmee te stoppen. Alleen al die jaren dat we het niet hebben gemaakt, dat weet je zelf ook. Dat kriebelde natuurlijk als een gek. Ergens bleef altijd iets knagen van... Daar moeten we iets mee doen. Daar moeten we iets mee doen. En toen we ook nog daar regelmatig vragen over kregen van lezers, maar ook uit de markt, zeg maar. Ja, want het is best bijzonder, hè, dat je anno 2013 gewoon nog een papieren tijdschrift uit de grond stampt. Ja. Weet je, voor liefhebbers zullen dit soort bladen altijd blijven bestaan. Dus we hebben het afgelopen jaar gezien. We hebben 3 nummers uitgebracht en dat is gewoon ontzettend goed gegaan. Heel goed ontvangen. Hey, maar niet alleen op papier, maar natuurlijk ook in beeld. Ja. Zullen we eens gaan kijken? Goed plan. Wat is dit een geweld. Ongelooflijk. Als er één merk is met passie voor pk's, dan is het Ferrari. De F12 was een knaller van een binnenkomer in de eerste editie. Als we onze ogen dicht doen, horen we die magistrale V12 nog steeds janken. 8700 toeren, waanzinnig. Minimaal zo indrukwekkend is de geavanceerde elektronica. Die remt je niet, maar stimuleert je juist om de grenzen van de auto te verkennen. Zelfs op de gladde, krappe wegen in de heuvels achter Maranello konden we daardoor alle 740 pk's maximaal de sporen geven. Dat je echter niet altijd zoveel pk's nodig hebt om lol te beleven, daar kwam Roy achter toen hij op pad ging met de Radical SR3 SL. Not easily impressed staat bij Roy's Twitter-omschrijving, maar over deze Radical heeft hij het nog steeds. Niet zo gek, de SR3 is een mini Le Mans racer die met een paar kleine aanpassingen geschikt is gemaakt voor de openbare weg. Puurder en extremer dan dit wordt er niet. Al komt de Donkervoort GTO wel akelig dicht in de buurt. Een 695 kilogram wegende sigaar op wielen, maar dan wel eentje met 380 pk. Je blaast er in 2,8 seconden mee naar de 100 en dat is sneller dan die Ferrari F12. En dat zonder tractiecontrole. Stefan krijgt het er nog steeds warm van als hij terugdenkt aan deze Gran Turismo Hollandese. Voor GTO 2 bleven we een beetje in de buurt, want op het oude stratencircuit van het Belgische Mettet gingen we los met de McLaren 12C Spider. Zoals u van het merk mag verwachten, een auto bomvol high-tech met onder meer een actief, adaptief onderstel. Maximale grip, prestaties en efficiëntie gaan in de McLaren-filosofie voor maximale emoties. Maar dat neemt niet weg dat ook de 12C sensationeel bruut is. Het letterlijke hoogtepunt van een jaar GTO was een trip naar de Alpen in de Audi RS6 en Porsche Cayenne Turbo S. Twee eigentijdse olifanten waarmee we op zoek gingen naar de sporen van Hannibal. Het dondert nog steeds na op de Petit Saint-Bernard en de Col du Mont-Cenis. Het klapstuk uit editie 3 was de Lamborghini Aventador Roadster. Met zijn carbon monocoque dat semi-geautomatiseerd geproduceerd wordt, een hypermoderne machine. Aan de andere kant trakteert Lamborghini op een flinke dosis old-school supercargevoel. Want in de rit in de 700 pk sterke Aventador is het alsof je op een wilde, onbehouwen rodeo-stier stapt. Nou ja, echt te gek. Italië op zijn best. De nieuwe Bentley Flying Spur, de auto waarin we nu rijden, is het andere uiterste. Een berensterke, maar tegelijkertijd zijdezachte, luxueuze cruiser.
Op zoek naar het Bentley-gevoel reed Roland Tameling de Flying Spur van Peking naar de Chinese muur. Mooie reizen horen immers ook bij GTO. Wat dat betreft was dit de meest bijzondere trip van het jaar. Hey, dat was met het jaartje wel aan supercars en luxe auto's. Wat was nou jouw persoonlijke hoogtepunt? Dat is toch de auto waarmee we begonnen net, de Ferrari F12. Daar zit zoveel passie in, zoveel emotie, maar ook zoveel historische genen zitten erin. Er zit geavanceerde techniek in. Eigenlijk belichaamt die auto alles wat GTO is. Nou, dat vind ik heel mooi gesproken. Ja. Hey, volgend jaar gaan we door, neem ik aan, met GTO. Jazeker, sterker nog. Ja, het is weer zo succesvol ontvangen dat we gaan uitbreiden. We gaan 4 keer volgend jaar GTO uitbrengen. Kijk. Dus 1 nummer meer. De Autoweek abonnees blijven hem gewoon erbij krijgen. Maar daarnaast, en dat is nieuw, kun je ook een los abonnement nemen. Dus 4 keer GTO kun je op abonneren. €15. Geen geld, zou ik zeggen. Maar dat is nog niet alles, want we gaan ook een website gaan we weer opnieuw opstarten. Met meer video's en we komen met een tablet-app. Dus kortom, ja. Meer dan genoeg moois in het vooruitzicht. Meer dan genoeg moois in het vooruitzicht, ja. Ik zeg, daar moeten we op proosten. Nou, laten we dat gaan doen. Ik zeg proost. Proost. Off you go. Dat was hem voor 2013. Iedereen een hele goede jaarwisseling gewenst. En een fantastisch 2014 met, niet vergeten, heel veel passie voor PK's. Proost. Cheers.